Ze zijn zo voorspelbaar, hè? Op links. Ja, in dit geval Partij van de Arbeid en GroenLinks. Of GroenLinks Partij van de Arbeid, die club. Want hoe vaak hebben we van die lui niet gehoord dat je je eigenlijk moet schamen als je gaat vliegen. He? Dat noemden ze toen vliegschaamte aanpraten. Dat is het een beetje. Zo van, ja, weet je, vroeger werd er ook veel minder gevlogen. En die mensen waren ook allemaal heel erg gelukkig. Ja, dus het is niet nodig om vliegtuig te pakken. Neem maar de trein of blijf op vakantie bijvoorbeeld in eigen land. Dat soort mededelingen doet GroenLinks en Partij van de Arbeid altijd. Ja. Zij weten heel goed hoe het voor anderen moet, maar niet voor zichzelf natuurlijk. Nee, dat geldt dat allemaal niet, hè. Nee, want hup, Twitter, mevrouw Piri van de Partij van de Arbeid, en de GroenLinks, die laat even keurig weten onderweg naar Chicago. Na het congres voor de Democraten. Mevrouw Piri. Ja, we moesten nog heel erg denken aan het klimaat met z'n allen. Mevrouw Piri. Ja, het klimaat, denk erom. Er mag niet gevlogen worden. En nou, hey, wat moet jij doen in Chicago? Geen Amerikaan kent jou. Niemand wil met je praten, hou op zeg. Mevrouw Piri moet naar de conventie van de Democraten, wat een giller. Ja. En gewoon even een leuk reisje maken. Daar had u zin in, mevrouw Piri. Ja. En intussen maar dit, hè. Kwak, kwak, kwak. Hé? Over niet vliegen, klimaat. Ja. Ze weten het goed voor anderen, hè. En intussen zorgen ze op links heel goed voor zichzelf.